Hallo dames en heren, welkom bij deze special aflevering van Disneycraft. Op vrijdag 25 september zijn we vandaag. Vandaag is het donderdag en het is een speciale dag voor mij, omdat er iets is in verband met Disneycraft. Voor mij is dat vandaag een jaar geleden. Ik ben vanaf vandaag officieel 1 jaar VIP. Wat houdt dat in? Ik heb VIP Plus, oneindig dus. Maar ik heb vandaag een jaar geleden de VIP aangekocht. Was het toen nog hetzelfde zoals nu? Nee, integendeel. Er was toen iets heel anders. De service zag er uiteraard niet uit zoals nu. De crew was anders dan nu. Maar het gaat mij ook vooral om wat er toen allemaal gaande was. Rond VIP aan Disneycraft, maar ook met andere servers waren er niet problemen. Maar het was zo dat Minecraft, of ja, Minecraft of Mojang, of was het toen al Microsoft, weet ik niet, mocht geen recht, vliegrechten en van die zaken meer verkopen aan servers. Dat mocht Minecraft niet meer verkopen. En vanaf toen kwam er dus een EULA op elke VIP van de servers. Sommige servers hielden zich daar niet aan, Disneycraft hield zich daar wel aan, en toen was ook alle VIP afgeprijsd. VIP Plus was toen 30 euro en alle prijzen waren lager dan nu, omdat je eigenlijk niks had. Ik heb dus VIP gekocht in september. Mijn serie op mijn kanaal is in oktober begonnen. Toen had ik ook al VIP, EULA VIP. En het was pas aflevering 4, dat denk ik rond eind oktober, dat ik kon vliegen. En aflevering 10, als ik me niet vergis, toen kon ik alles zoals een normale VIP. Want toen was de EULA dus helemaal weg. Ik zal even zeggen wat het dus was. Ik heb dus de eerste maanden dat ik VIP had ik, je ziet nu dat ik blauw heb. Maar toen had ik een rode prefix. En ik kon niks. Ik kon dus in de eerste tijden, de eerste 4 afleveringen kon ik niks. Aflevering 4 kon ik al vliegen. Maar nog geen attracties besturen. Ik kon alleen vliegen in de Crea en in de Survival. En dat was toen nog in de oude gedeeltes. En na de rand heb ik gehoord dat de EULA was opgegeven. En toen vroeg ik aan Leroy, ik weet het nog heel erg goed, van Leroy, moet ik eigenlijk opnieuw VIP kopen als ik attracties wil bedienen en zo. Omdat ik dus EULA heb. En toen wou ik iets vragen. Toen had ik het nog in het rood. En toen typte ik mijn nieuwe zin. Ik drukte op enter en toen was ik blauw. En toen dacht ik van, wat is dit? En toen heb ik uitleg gekregen dus dat EULA weg was. Alle VIP plussers en VIP alle VIP plus plus was het er niet in, en VIP plussers dus van een oneindig van het jaar, want toen was aan het jaar was toen niet meer, dus alle VIP van het, alle VIP's oneindig en alle VIP's van 6 maanden werden allemaal omgezet. Alle VIP's van 1 dag was het toen nog, ja, dat daar hebben ze niks aan gedaan. Die hebben ze, ja, tot maar voor een dag was, maar ik heb dus oneindig. En het kan zijn dat er VIP zijn, EULA VIP's, nog altijd, dat er nog altijd EULA VIP's zijn. We gaan ondertussen gewoon door de server vliegen. Maar ik ben dus een jaar VIP. Wat is er in het jaar allemaal gebeurd? Ik had dat op Twitter gezet en toen vroeg iemand van Disneycraft, waarschijnlijk was dat Leroy, wat was het leukste wat je hebt meegemaakt in dat jaar? Ik zei ja, toen mijn EULA VIP weg was en toen ik werd omgezet, zoals nu. En ik ben dus nu officieel 1 jaar VIP, daar ben ik heel blij mee. En ik speel nog altijd super graag op deze server. Want het is ook gewoon met toeval dat ik het kanaal van Vince heb in de tijd heb ontdekt. Heel erg met toeval. Ik had Minecraft Cracked denk ik al. Nee, ik had Premium volgens mij al. Of nee, ik had nog Cracked. Maar ik wist onder andere van het huidige Sprookjeschrift dat er bestond. Vroeger was het nog Eftelingcraft, nu is het Sprookjeschrift. En ik zocht naar Minecraft Pretpark, want ik was er eigenlijk voor zolp. En toen kwam ik op een van de tutorial video's uit van Vincent, aflevering 15, want ik had, hoe moet je een looping maken? En toen was ik aan het denken van, hey, dit is wel interessant. En toen ben ik aan het doorkijken en toen kwam ik in één keer op het IP uit. Maar ik had dus nog Cracked, want Cracked Minecraft is ondertussen wel niet meer. En ik heb dus voor mijn verjaardag de premium gekregen en toen ben ik uiteraard Disneycraft gejoined. Toen was het allemaal nog 1.0, was het allemaal nog niet zoals het nu was. Toen was Erik nog crew. Of ja, admin was hij toen in de tijd dat ik er was. En dus pas sinds 2.0 tot Erik weggegaan is dat de Leo in de plek is gekomen. En zo is er van alles gebeurd in dat jaar.
Bijvoorbeeld de band met Krulin is sterker geworden. Ik ken meer mensen via Disneycrat. Onder andere kijk ik weer langs Juwelen ken ik beter. Kasteelvuur, Pieter, daar spreek ik af en toe wel eens een keertje mee. Met F-Production, daar heb ik gisteren nog eens gesproken op Teamspeak. Met Leroy spreek ik uiteraard ook heel veel. Ja, valt mee. Maar het zijn ook allemaal bezoekers en VIP's, zoals ik even naar de Crea. Dan ga ik ze even laten zien met wie ik eigenlijk allemaal een sterke band heb gekregen. Want er zijn veel meer mensen waarmee ik een sterke band heb gekregen. Wie is hier online? Niemand daar een sterke band mee heb, zie ik. Nee, ik dacht dat ze hier meerdere mensen waren. Helaas, ik ben nu wel niet op mijn eigen plot. Dit is een plot van Stitch for Life. Anna, als je kijkt, hier heb je een mooi plot voor wat er al staat. We gaan even Disneycraft terug joinen. Zo moet dat, we kunnen niet terug. Vanuit server naar de andere, dat kan niet terug, dat vind ik wel een beetje jammer. Tagswipe moet eventjes laden en dan zijn we weer terug. Maar ik ken dus meerdere mensen beter, zoals inderdaad Anna, Nienke, Britt, Ines, dat zijn al de meisjes. Maar ik ken ook meer jongens, ik ken ook crewleden heel goed, Hazel onder andere, Rick, spreekt ook wel af en toe mee. Ik spreek heel vaak met Hazel, met Yuri, Wolf Yuri, dat spreek ik ook wel. Enfin, het zijn meerdere mensen waarmee ik dus een sterkere band heb in de state heb mee gemaakt. En dat kon niet alleen omdat ik met hun sprak via Disneycraft, maar ik ben ook met Teamspeak gaan werken. En dat doe ik nu nog altijd. Ik spreek nu nog altijd met die mensen op Teamspeak haast bijna iedere dag. Ook al zit ik meerdere tijd in de AFK-kanaal Teamspeak, omdat ik af en toe op Skype zit. Ja, dan is het zeg maar dat ik dan met iemand aan Skype ben. Dan kan ik niet twee tegelijk doen, want dan wordt mijn microfoon aan op ene app uitgeschakeld. En op de andere app wel gebruikt. Sorry. Het eerste persoon waar ik eigenlijk mee een goede band had, dat was Leroy. Daarna met een van de bezoekers of ja, VIP's, dat was Brit. Daar heb ik een goede band mee opgelegd en wij spreken elkaar in het huidige nu, in het hele nu nog. Ik kom hier even langs ook bij de kast, ik zie dat hele station een update heeft gekregen, jongens. Holy shit. Oké, dat wordt dus ook voor mij weer aanpassen, want jullie weten dat ik kast heb nagemaakt in de creative in mijn eigen versie. Hier staan ook nieuwe autootjes volgens mij. Ja, de auto's zijn ook volgens mij. De auto's zijn volgens mij ook geüpdate. Daar ben ik niet 100% zeker van. De auto's ook. Wat de baan betreft denk ik dat er niks bij komt. Behalve hier op de tribune zijn meer mensen komen zitten. Wie zit hier allemaal op? Moeten we even kijken. Leroy, dat is Rikshoofd. Dat is de hoofd van Irma. Dat is de hoofd van Hazel. Dat is de hoofd van Vince en van Donald Duck. En dat is iemand die ik niet ken. Daar is Max onder andere. Ja, Max kende ik al. Max kende ik al van op school, dus hij was ook denk ik, hij had eerder Minecraft Premium dan mij, dus hij zat ook al eerder op dit, op Disneycraft denk ik, of later, ik weet niet. Hij heeft wel later dan mijn VIP gekocht, ik weet niet als hij voor of na mij was, hij heeft sowieso na mijn VIP gekocht, dat kan ik met 100% zekerheid zeggen. Ja, hij zat wel eerder op het huidige sprookjeschrift, dat weet ik wel. Want daar ging ik dus eerst op, maar het, ja, vond het niet echt zo leuk daar. Omdat er heel weinig open ging. Hier gaat wel redelijk veel open op een dag. En komen toch wel heel wat bezoekers. Kijk, maar we hebben bijna, op Disneycraft heb je bijna 33.000 unieke spelers. En nu zien we aan hoe lang ik speel, AR check. Voor alle bezoekers kunnen dit ook volgen. Ik speel bijna al 18 dagen in totaal. Op deze server. Terwijl ik, ja, normaal zou je denken van, het kan toch niet dat het wel zo weinig is. En dat dacht ik dus ook, omdat ik nu al bijna anderhalf jaar speel ik al op deze server. Sinds februari of maart van 2014 speel ik op deze server. We zijn nu september 2015. Ik speel dus bijna 2 jaar officieel op Disneycraft, maar ik heb nu vanaf vandaag 1 jaar officieel de VIP. Heb ik even gevraagd aan Leroy. Voor mensen die geen VIP Plus hebben, maar toch willen weten van wanneer mijn VIP afloopt, wanneer je VIP afloopt, moet je even aan een admin vragen. Dus zij gaan in het systeem nakijken wanneer je VIP afloopt. Of als je VIP Plus hebt, kan je ook aan hun vragen van nee, wanneer ben ik dan om een jaar VIP of zo. Want dan heb ik dus ook gevraagd, wanneer ben ik een jaar VIP? En toen zei Leroy 24 september. En toen dacht ik van oké, dan hou ik wel in mijn hoofd. En daar komt een specialtje van in. Op mijn kanaal. We vliegen onder andere nu over het helemaal vernieuwde Sprookjesbos. Ik zie hier een nieuw ding, het huisje van Mickey staan. Hier staat Dumbo in de brand. Die staat hier met een ooglapje. Ik vind wel jammer van die skin, die nu met ooglapjes. Oh, ja. Ik moest
van een comment het huis van Up doen. Maar dat gaan we in de video doen, jong. Ja, dit is wel een video. Het huis van Up, dat moest ik van Brandon de Meijer doen. Dat is volgens mij een bezoeker. Moest ik het huis van Up eens gaan bezoeken. Dat gaan we maandag doen. Of ja, zondag zal waarschijnlijk wel zijn voor mij. Maar maandag zullen jullie dat wel allemaal in de aflevering zien. Dit is by the way de toren van Rapunzel die een update heeft gekregen door Pieter. Pieter, what the fuck zeg ik? Ja, ik zie het daar. Door Rick. Rick heeft heel veel sprookjes geüpdate in het sprookjesbos. Onder andere de toren van Rapunzel heeft een makeover gekregen. Ik weet niet of Rick dit gemaakt heeft. Wat Rick wel sowieso gemaakt heeft, dat is een update van 101 Dalmatiërs. Wat nog wel nieuw is, wat ik even laten zien, de neus van Pinocchio. Schuift uit. Kijk, schuift uit, komt de particle bij. Allemaal leuk. Daar zie ik 101 Dalmatiërs. Ja. Dit heeft Rick geüpgrade. Wat is hierbij gekomen? Een hond is erbij gekomen, een extra puppy of een dog, ik weet niet meer precies. Denk dat het de puppy was. En Cruella de Vil staat hier ook bij, heel droog. En, ja, dit is dus Kabouterhut, daar zijn we vorige week wel eventjes over gegaan. Ja, in de aflevering van afgelopen maandag. Maar ik denk dat we maar niet te lang meer gaan maken en ook gaan afsluiten met deze special. Ik ben dus een jaar VIP. En dat vind ik leuk. En Roxana tot het was zijn gemuden crea, want er kan waarschijnlijk wel goed gepraat worden, denk ik. Maar daar weet ik eigenlijk niks van, ik zit nog maar niet lang met mijn PC. PC is open, ik heb mijn PC opgesteld en ik ben onmiddellijk in deze video beginnen opnemen. Dames en heren, ik ben dus 1 jaar VIP, onthoud de datum de 24 september 2016, dan ben ik 2 jaar VIP. En ik weet niet precies wanneer ik ben gejoined. Kan ik dat misschien ook vragen? Dat kan ik eens vragen. Weet ik niet, dan zal ik ook laten mededelen wanneer ik officieel 2 jaar officieel Disneycraft speel. En dan, ja, de opnames van de serie zijn wel gestart, allemaal in 2.0. En eigenlijk, het huidige Disneycraft is eigenlijk al zeg maar mijn 3.0. Waarom? Omdat er nog de hedendaags wordt geüpgraded door deze poort. Een aflevering 1 van onze serie was deze poort van Sprookjes was niet zoals hij nu is. En dit is dus eigenlijk nieuw, en daar staat zelfs een, even kijken als ik het kan zien. Die meter daar, het waterpeil. En ja, alles is in orde en een upgrade. Ik vind het nog altijd fantastisch. Ik hoop niet dat server nog eens is voor zo lang dicht gaat. Want ja, Disneycraft is echt een fijne server om op te spelen. Dat vind ik zelf. Het is een fun server. En ja, dat zal eigenlijk altijd zo blijven. Zolang het bestaat, kom ik op deze server. En ik hoop dat het nog lang mag blijven bestaan. Dames en heren, dank jullie nogmaals voor het kijken naar deze aflevering. Deze special 1 jaar VIP. In Disneycraft, dat ben ik vanaf vandaag, 24 september 2015. Ik dank jullie voor de derde keer zelfs voor het goed kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Later!